Niet lang daarna volgt de return tegen Salzburg. De bezoekers komen op het allerlaatste moment met een verrassende opstelling. Van Gaal reageert direct en doet vlak voor de aftrap nog wat tactische omzettingen. De kans daar. De kopkans voor Kluivert. De bal is over de lijn geweest, maar Motten kent de treffer van Liedmanen niet toe. In de vijfde minuut van de wedstrijd. De corner van Overmars, dan de kopbal van Kluivert. De ingreep van Konrad op de lijn. En de scheidsrechter oordeelt dat Konrad die bal vast had. En dat Liedmanen de bal dus niet meer had mogen spelen. Vicky, waarom zo snel spits door? Dijkaard, die moeilijk heeft hier met Josevic. Mladenovic. Josevic. Goeie voorzet. Oh, daar is hij. De goal van Kosian. En zo is het in de 18e minuut na de rust. 1-0. David. Kanu. Liedmanen schieten dan. George. Ja, Liedmanen had zelf voor het doelpunt moeten gaan. David. Een muur. Van vlees en bloed. Blijkt. Nog altijd een muur van gewapend beton. Maar nu was er het gaatje voor David. Ronald de Boer. Schiet maar eens. Ja, nu kan het niet meer. Kanu, nu dan! Liedmanen. Tuurlijk, tuurlijk! Konrad. Beste moment in de wedstrijd tot nu toe van Liedmanen. George, de boer, Davids, twee man op zich, Liedmanen met links, de goal! He. In de 85e minuut, de assist van Davids, het goede lopen van Jari Liedmanen, die even die paar meter vrij staat en dan toch het doelpunt maakt waar Ajax recht op heeft. We zien het overwicht, we zien de vastberadenheid waarmee we doorgegaan naar de achterstand. De wedstrijd eindigt opnieuw in een gelijkspel en de kwartfinale is nu wel heel dichtbij.